Ben jij een trotse man als directeur van de MES? Ik ben meer als trots, ben zelfs een beetje ontroerd. Breda Nu. In april begon de MES met de verbouwing van het pand. Ze willen hiermee grotere nationale en internationale artiesten trekken en knelpunten en bouwfouten verhelpen. Afgelopen week heropende het Bredase poppodium weer zijn deuren voor bezoekers. Hey, de MES, hij mag weer open. Hij mag weer open, ja, naar een verbouwing om een aantal dingen te veranderen. Waar ik heel blij om ben, is dat er weer een café terug is. Want heel veel mensen misten voor en na het concert een caféfaciliteit. Dus het ziet er heel goed uit, heel mooi uit. Ben jij een trotse man als directeur van de MES? Ik ben meer als trots, ben zelfs een beetje ontroerd. Het enige wat nog moet gebeuren is de ruimte achter ons. Maar dat gaat waarschijnlijk 2021, als het goed loopt, die moet uitgebreid worden. Waardoor het ook echt een goede zaal is. En daar heb jij wel zin in volgens mij, hè? Ja, dat hoort er absoluut bij. Want dan is de zaal met een capaciteit van 200. En dan kun je juist internationale en nieuwe namen nationaal hier veel beter kwijt. Nu kunnen er 100 in. Dat is gewoon eigenlijk een te lage capaciteit. Is dit een dockshelter? De bedoeling was dat er vrachtwagens van de bands hierin zouden rijden. Dat dan de deur dicht ging. Dat de bewoners geen overlast hadden. Mm-hmm. Er was te weinig ruimte. Dus we hadden hier, MES had hier allerlei opslag. Ja, dus dan kon je vrachtwagen maar in. We hebben ze nu gedaan. Dit hebben ze eraan gebouwd. Met opslag. Zodat de vrachtwagen nu weer naar binnen kan. Kijk. Daar hebben we aan. Kijken naar die lamp. Ja. Ja, wat gebeurt er mee? Ik vind het net een zeppelin. Hij beweegt, hè, en draait een beetje rond. Ja. Zo. En dat had ik nog niet gezien. Maar leuk. Hey, kunt u vertellen waarom u hier met de opening van de MES bent? Wij hebben een uitnodiging gekregen als buren. En mochten we hier komen vandaag om te kijken wat er allemaal verbouwd was. Hey, en wat gaan de bezoekers nou als eerste zien als ze binnenkomen? Wat is nou de grootste verandering voor de bezoeker? Een van de belangrijkste dingen is, je hoeft niet meer naar die muntjesapparaat, maar heel de gedoe met muntjes. Zoals natuurlijk meer zalen doen, maar wij zijn een van de eerste popzalen in ieder geval. Je betaalt straks met je pasje, alles. Dus je komt binnen, je ticket, je locker. Je kunt voortaan boven op het balkon, kun je zelf je biertje tappen. Dus allemaal dat is met handig. Ja, dat is handig. Alles met je eigen bankpas. Oh, ik dacht, nou zie ik me toch wel.